Hé, hey, schat, persen, persen! Ah! Oh, komt ie, daar komt ie, lekker! Wat is dat mensen en welkom terug bij een nieuwe video. Ik zat dus gewoon rustig chillen op het internet en ik heb denk ik een goudmijn ontdekt. Ik heb namelijk een tv-serie gevonden dat gaat over familievloggers. Het klinkt een beetje raar, tv-serie over vloggers. Maar hier is het en het heet Vlogmania. Maar het is dus een satirische sketchshow over een familie dat wil gaan vloggen. En ik vraag me oprecht af hoe zo'n serie niet heel slecht kan zijn. En ik heb er oprecht dus nog helemaal niks van gezien, dus we gaan samen de allereerste aflevering checken. Maar eerst... reclamebreak. Namelijk de sponsor van vandaag, Raid Shadow Legends. Maar voor degenen die er nog nooit van hebben gehoord, het is een best wel bekende game. Het is dus een gratis game voor op je telefoon waar je moet strijden tegen allerlei soorten monsters, dungeons moet voltooien en je eigen team kunt samenstellen. Je kunt kiezen uit meer dan 600 verschillende karakters met unieke skills, die je dus ook kan upgraden om weer sterker te worden. Elk karakter hoort ook nog eens bij zijn eigen faction, zoals de High Elves. Een oude beschaving die al eeuwenlang bestaat. Ze hebben de ondergang van de Lizardmen overleefd, de mensheid geholpen met opzetten van nieuwe beschavingen. En ze hebben letterlijk een ork-invasie gestopt. Maar alles veranderde toen Seraph, meester van de duisternis, een groep elfen kwaadaardig maakte, waardoor ze het koninkrijk aanvielen. Deze burgeroorlog maakte bijna een eind aan de elfen, maar ze overleefden het en nu zijn ze sterker dan ooit. En als dat nog niet genoeg is, er zijn een heleboel events, zoals een nieuw seizoen van de Forge Pass, waar je de meest krachtige wapens uit de game kunt winnen. Maar er is nu dus ook een gloednieuwe faction bijgekomen, namelijk de Sylvan Watchers. Zieke strijders die komen uit de jungle. Als je benieuwd bent naar de game, klik dan op de link in de beschrijving. Of scan gewoon deze QR-code. Ja, ja. Daarmee krijg je namelijk een starter pack ter waarde van bijna 30 euro. Waar onder andere dit karakter bij zit en al deze extra items. Om je reward te claimen moet je even je inbox checken in de game. En als het goed is begin je alvast met een lekkere voorsprong. Maar goed, dan is het dan nu eindelijk tijd om te beginnen met de allereerste aflevering van Vlogmania. Orgs in en let's go. Vloggers zijn geweldige mensen. Ze hebben fans, ze verdienen miljoenen. Het zijn de supersterren van vandaag. Hey, ik moet zeggen, ik heb nog helemaal nooit iets van deze serie gezien. Dit zijn de eerste 5 seconden die ik zie. Maar misschien heb ik het mis. Misschien is het wel een goede serie. Ze hebben namelijk gelijk, man. Vloggers zijn geweldige mensen. Supersterren. Let's go. Daarom wil iedereen wel vlogger worden. Heel Nederland leidt aan Vlogmania. Oké, blijkbaar spreek je dus uit als Vlogmania. Maar eerlijk, Vlogmania klinkt beter. Ik noem het gewoon Vlogmania, man. De familie Kik wil de bekendste vlogfamilie van Nederland worden. En de kinderen zijn daarbij onmisbaar. Papa en mama willen voor jullie een hele mooie toekomst, waarin jullie nooit meer hoeven te werken en alleen maar leuke vlogjes kunnen maken. Maar daarvoor moeten jullie wel vanaf nu elke dag gaan vloggen en gaan we jullie thuis houden van school. Nee. Jawel. En deze kinderen... En deze kinderen zien er doodongelukkig uit. Hé, luister, Kis. Jullie gaan elke dag voor ons werken. En dan worden wij rijk. Nee. Jawel. Ja. Is dat leuk? Kijk, ze maken nu misschien een overdreven joke, maar volgens mij is dit wel de realiteit eigenlijk. Van de meeste familievloggers dan. Vooral in Amerika zie je altijd van dat soort shit uitkomen, dat kinderen werden gedwongen om vlogs te maken en shit. Maar ja, geld moet toch op de een of andere manier gemaakt worden, hè? Let's go, kinderarbeid! Ja! Yeah! Hey, kikkertjes, wij zijn de familie Kik! En vandaag gaan we naar het pretpark! Het is eigenlijk een schooldag. Ja, daarom hebben we jullie ook ziek gemeld. Hey, ik had het eigenlijk niet verwacht, maar het is toch best realistisch. Hey, ze hebben zelfs zijn eigen intro, let's go! Familie Kik! We zijn nu bij het pretpark. We hebben er zin in, ja toch? Wij zijn vloggers, dus wij mogen wel gratis naar binnen, toch? Oh nee, u mag gewoon betalen. He? Hallo, kent u ons niet? Wij zijn de familie Kik. Ja, Kikkers! Dit doet me dus oprecht denken aan zo'n familievlogkanaal in Nederland. Maar om eerlijk te zijn, ik kijk nooit familievlogs. Is het La Cap? Nee, het zijn niet de La Caps. Good Life. Is het Good Life? Ja, ik weet niet precies meer wie. Maar laat ons even in de comments achter wie jullie vinden dat deze familie lijkt. Ja, gaat er. Ik ben hier te oud voor. Hé, schat, persen. Ah, oh, komt ie, daar komt ie. Ah, is een meisje. Oh nee, jongen! Stel je voor dat dit echt was, hè? Dit jongetje zou zo hard gepest worden op school. Oh, verschrikkelijk. Je moet maar net worden geboren in zo'n verschrikkelijke vlogfamilie. Daar gaat je jeugd. Zit er weer een autootje? Hey, toetoe! Waarom denk je dat er oprecht zulke mensen bestaan? Ben je leuk achterin? let op, panic. Wow, gekke YouTube stunt. Wauw. Pap, dit mag, is hartstikke gevaarlijk. Ah, joh, hij is zo gek als een deur.
Ik heb nog nooit zoveel nepgelach gehoord in één minuut. Hij is zo gek als een deur. Oh nee, gaat fout. Oeh, oeh. Dat zag er nog best pijnlijk uit. Nou, we gaan dus nu in de ambulance, want Michael heeft toch een flinke dreun gehad tegen zijn kop. Blijf filmen. Gewoon even rustig blijven liggen. Ja. Nee, blijf filmen. Kijk, het klinkt misschien heel erg, maar ik zeg ook altijd tegen Nathalie. Hey Nathalie, als ik in een ongeluk terechtkom, film het. Want ja, ik bedoel, als het toch al eens gebeurt, kan je tenminste nog een beetje views pakken. Ik heb dat trouwens al eens gedaan. Hanwee ongeluk. Namelijk deze video, Tesla crasht op de snelweg met mij erin. Het ziet er misschien uit als clickbait, maar het was echt gebeurd. En ja, zoals je ziet, het pakt ook views. Let's go. Doei, mam. Wat ga je nu doen? Naar school. Ja, tuurlijk joh. Ga maar weer naar school. Laat je papa en mama maar weer werken voor een leuke vlog. Nou kikkertjes, als je dit een leuke video vond, geef dan even een duimpje omhoog. Of abonneer je natuurlijk. En laten we gaan voor die 40 miljoen likes. Doei! Mijn mening tot nu toe. Ja, best realistisch. Foodvlogster Bianca maakt elke dag een vlog vanuit haar eigen keuken. Oh, het gaat over meerdere families. Ik dacht het gaat gewoon over één familie die vloggen probeert te worden. Maar het zijn er dus meer. Maar waarom dan altijd tussen 12 en 2? Ik bedoel, wij moeten toch ook gewoon kunnen lunchen? Ja, maar jullie begrijpen vloggen gewoon niet. Maar mam, je kan toch ook op een andere tijd filmen? De avond of zo? Nee, dan moet ik monteren. En 's ochtends dan? Dan moet ik alles voorsnijden. Dus drie gezinsleden kunnen niet op een normale tijd in hun eigen huis lunchen? Nee. Oké. Hé, maar ik vond die andere leuker. Vandaag maken we spaghetti met meatballs. Wat heb je daarvoor nodig? Tomaat, gehaktballetjes, ui, knoflook en allerlei lekkere verse kruidjes. Nou. Maar eerst gaan we natuurlijk water opzetten. Ik weet niet waarom, maar haar stem irriteert me zo erg. Vooral dit gedeelte. En allerlei lekkere verse kruidjes. Oké, we spoelen even door, want haar water deed het niet. En dat probeerden ze dus te fixen. Maar het duurde kapot lang, was kapot zei, dus dat skippen we. Zo. En zo zou die het weer moeten doen. Wow. Gaan we even... Ja, misschien kan het aan mij liggen dat het gewoon niet mijn humor is, maar ik vind het dus gewoon niet grappig. Hai, volgende familie, wie is de volgende? Jason is de jongste vlogger van Nederland. Zijn moeder is zijn manager. Wacht, ligt aan mij of lijkt deze guy op Jan Dino? Jason, je wilt donderdag 3 vlogs opnemen en een meet and greet organiseren. Lijkt jou dat niet wat veel? Nee joh, dat kan hartstikke makkelijk. We kunnen ook de meet and greet om 1:30 doen. Oké, volgens mij is dit Jan Dino inderdaad. Maar dan verkleed als peuter. Hij heeft volgens mij ook zo'n raar filter over zijn gezicht of zo. Hey, ik ben Jason. Ik ben 2 jaar oud. Ik ben de jongste vlogger van heel Nederland. En vandaag gaan we naar de video. Mama, waar gaan we naartoe? De bibliotheek. Ja, we gaan naar de bibliotheek. En we gaan hele supercoole vette boeken halen. Yay! Dit is zo retarded, maar wel geinig. Jason's vlog. Ik word verschoond in de bieb. Ook wel eens leuk. Jason, niet filmen tijdens het verschonen. Oké, dat lijkt me eigenlijk wel grappig. Stel je voor je baby zit op te vloggen. En wel kijk, mijn moeder verschoon mijn luier. En als prank ga ik op de pissen. Kom je mee, we zijn klaar. We hebben 8 boeken. Nee, ik wil deze dikke dik nog erbij hebben. Nee, Jason, we hebben genoeg dikke diks. Ik wil deze dikke dikke pijn. Neem me niet kwalijk. Zou u zo misschien iets stiller kunnen zijn? En proberen daar mensen te werken? Ja, sorry, natuurlijk. Sorry. Jason, niet zo gillen. Nou, dit is echt vet irritant. Ik ben 2, hè? Met allemaal emoties die ik moet uiten. En gillen hoort erbij. Wat vinden jullie kijkers? Ik ben toch niet verantwoordelijk voor al mijn emoties? Die mag ik toch gewoon hebben? Ik ga gewoon lekker gillen. Jason, stil! Nu is het klaar. We gaan naar huis. Hij heeft wel erg veel rimpels hè, voor een kind. Ik bedoel, check zijn voorhoofd hier. Een en al rimpel, man. Geen boeken meer voor jou. Kom. Huh? Wat? Geen boeken? Ah! Nou, super balen dat ik helemaal geen boekjes heb. Gelukkig heb ik deze dikke dik kunnen verstoppen in mijn tuinbroek. Hey, vond je het leuke filmpje? Duimpje omhoog. Laters. Nou, dat was Jason's vlog. Wie wordt de volgende familie? Werkloze operazanger Tony zou heel graag bekend willen worden door zijn vlog. Een opera-vlog? Nog nooit van gehoord, oké. Dus ik moet u toch een bekeuring geven. Het is niet anders. Het spijt me, agent, agent, ik reed per ongeluk te snel. Het spijt me, agent, agent, die boete betaal ik wel. Ik ben zanger. Hier, kijk eens. Ik sta ook op YouTube. Hij kan niet om lachen. Oh, wat krijgen we nou weer? Baby Shark door Tony Heemskerk. Oh god. Baby Shark do 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 baby Shark do 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 baby Shark do 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 baby Shark. Oké, wauw.
Wauw, origineel? Ik snap oprecht niet hoe ze hiermee komen, man. Zo, hoe komen ze erbij om een Oprah-vlog te maken? Mami Shark, doe 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 doe. Mami Shark, doe 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 doe. Net wanneer je denkt dat die draaide kan, gebeurt het toch? Daddy Shark, doe 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 doe. Daddy Shark, doe 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 doe. Wauw, hoe lang duurt dit, mensen? Oké, we gaan door naar de volgende. Genoeg van deze doe-doe-guy. Gamevloggers Hans en Johan. Natuurlijk, de gamers, niet te missen. Maar er stond bij dat het een memory-vlog was. Het gaat toch geen memory-vlog worden? Alsjeblieft. Gameflogger's Hans en Johan hebben een beetje last van herrie bij de buren. Hallo buurman, wij hebben zometeen een hele belangrijke live game uitzending en die nemen wij dus ook op vanuit ons huis. En nou wilden wij vragen of dat boren misschien ook iets later zou kunnen. Want het is heel gehoorig, hè? Dus als u gaat boren, dan zijn wij niet meer te verstaan voor de tientallen kijkers die zich verheugd hebben op onze vlog natuurlijk. Dit is dus echt zo'n standaard Karen, weet je wel. En volgens mij speelt ze dus ook de Karen. Eventjes later. Nou, dan gaan we maar draaien. Begin jij, Johan? Zeker, ik heb hier een saxofoon en een triangel. Ja, ze gaan toch echt memory spelen. Ik heb hier een basgitaar en een doedelzak. Ja. Hoe lang gaat dit duren, mensen? Wacht, er gebeurt wat. Er gebeurt wat. Yes, er gebeurt wat. Het gaat niet goed met Pluis. Met Pluis? Pluis is onze hamster. Gaat het met hem, Johan? Nee, het gaat helemaal niet. Hij ligt doodstil, je moet kijken. Hans, ik ga reanimeren. Ik neem al mijn woorden terug wat ik over deze serie heb gezegd. Ik dacht nog van eens eigenlijk best goed. Maar eigenlijk was alleen de eerste familie best goed. Dit is toch al cringe. Toch niet leuk. Nou, we skippen deze ook. Wie hebben we nu? Vlogmeisje Jalen heeft al 14 volgers. Oké, het is tijd voor je typische tienervlogger. Hoi hoi, dit is Jalen. Superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Jalen! Dit is echt zo'n jaren Anna type. Oh my god, ik ben Jalen. Oh my god. Vandaag wil ik het met jullie hebben over dierenverzorging. Dit is Knuffy. Knuffy, kijk eens even in de camera. Dit is mijn cavia. Wat ik wil vertellen over dierenverzorging is dat het zeg maar best wel veel verantwoordelijkheid vergt. Kijk, dat is Steven de achterin. Je kan niet zomaar meer met je vriendinnen naar een nesten voor 3 dagen. Want een dier heeft gewoon eten en drinken nodig. Elke dag. Heel belangrijk eten en drinken. En liefde is heel belangrijk, hè Knuffy? Wauw, wat gaat dit voor geweldige prank zijn? We hebben echt een enorme band. Hij vindt mij ook echt super lief. Superleuk dit. Echt cute, hè Knuffy? Dus neem nooit zomaar een dier. Wat een leuke video dit. Wauw. Oh, kijk eens hoe cute hij dit doet. Hij is zich hoe lang gaat dit door? Dit gaat toch niet de hele video zijn, man? Zo ontspannen voelt. Oh, wow, Jordi, gebeurt wat. Rot op, ik ben bezig met een hele serieuze vlog. Waarom verpest je altijd in mijn vlogs? Knuffy, waarom verpest je altijd in mijn vlogs? Het niveau van deze serie zakt gewoon steeds harder en harder en harder in dezelfde aflevering. Toen ik begon met deze aflevering dacht ik nog van, mensen, ik zat fout. Ik dacht zo erg dat dit kut en slecht zou zijn. En na de eerste 3 minuten had ik mijn mening veranderd. En dat was de grootste fout ooit, want het is slecht. Het is echt heel erg slecht. Wauw. Zeg maar, ik heb ook nog eens best wel wat overgeslagen, omdat het gewoon zo saai was. Ik heb bijvoorbeeld deze guy geskipt. Dit was de tech reviewer. Haha, zo grappig. Hij stopt eieren in een stekkerdoos. Hahaha. En dan kan je denken van, wauw, maar handen, misschien heb jij het gewoon geskipt, omdat jij het niet leuk vond. Nou, ik ga jullie 1 kort stukje laten zien van de ooievaarcomplottheorie. En dan mag je zelf bepalen, ja? Dan heb ik een bepaalde theorie. En daarom heb ik foto's gemaakt van vrouwen vanuit de bosjes. En kijk eens met me mee. Zijn jullie het met me eens dat deze vrouwen duidelijk een hele dikke buik hebben? En let op, nu komt het. Een maand later, nadat de baby bezorgd is, is die buik ineens verdwenen. Pats, gewoon weg. En dat betekent dus dat die baby op een of andere manier in die buik heeft gezeten. En dat ik dus zelf ook in de buik van mijn eigen moeder heb gezeten. Ik ga mijn moeder confronteren. Ja, dit is letterlijk het niveau. Zijn complottheorie is dat baby's in de buik van hun moeder zitten en daar worden geboren. In plaats van dat ze worden gebracht door ooievaars. Maar ja, goed, dat was dus aflevering 1 van Vlogmania en het einde van deze video. Like deze video als je het leuk vond. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En yo, dan zou ik zeggen later. Yep.